Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 5 september 2018. Het is nu 17 over 9 ochtends vroeg. Ja. Het is vandaag geen leuke dag vooral. Want Max die gaat weg vandaag. Want die wordt opgehaald door de nieuwe eigenaars Chantal. Ja. Die jullie al eerder hebben kunnen zien in de vlog. En met de kennismaking. Ja. Met een hond. Dus het is vandaag zover. Hij wordt opgehaald. Dus. Dat wordt dit. Ja. Maar ik zou wel heel graag willen zeggen. Heel veel kijkplezier gewenst. Nou en Max zijn allerlaatste rondje buiten. Ja. En het regent. Dus. Maar ja. Ik heb dit eventjes over voor Max. Om te vloggen in de regen. Hé Max. Dan ben ik toch weer lief, hè? Dat heb ik over voor jou, hè? Om te gaan vloggen in de regen, hè? Ja. Hey Max. Hey kerel. Hey. Dat is een mannetje. Wat zie je er lekker uit, jij? Je ziet er lekker uit. Ja, kom maar. Kom dan. Ja. Lekker, hè. Ja, ik zal hem even opbergen, want hij wordt nat. Is niet goed voor de camera. Nee. Nee. Zo. Nee, niet snuffelen. Dat is mijn camera, hoor. Ja, dat is mijn camera. Ja. Ja, dat is maar een camera, hoor. Ja. Dat is maar een camera. Ja. Echt wel. Ja. Dat is maar een camera. Is niet erg. Is niet erg. Ga je kijken naar mij? Moet ik eerst. Je spoort niet hoor, Max. Nee. Zo, het is hier donker, hè? Ja, normaal is het hier weer lichter, hè? Kom maar. Kom dan. Oh, ga jij in je mand zitten? Oh, komt dat nog? Wat is er dan? Vind jij dit wel leuk, hè? Ga je er nog voor zitten ook nog? Hey. Mag ik erbij? Kom. Mag ik erbij dan? Hé. Hey. Hé. Hey. Oeh, wat krijg jij dan? Oeh, Max. Hé. Hey. Hi. Hey kerel, ja dat is een camera schat. Dat is een camera. Ja, dat is een camera. Hey. Hey. Kom eens. Kijk eens. Oh, kijk eens hier. Hey, ja, dat is een camera. Nou, ik ga even filmen omdat hij waarschijnlijk dan weer dat gaat doen. Ja, dat leuk. Geef niet, maakt niet uit. Ga er lekker bij liggen nog. Je doet je best maar. Maar als ik weer even zometeen nog wat gejoel kan krijgen, dan vind ik het goed. Het aardige mensen, jongens. Ja, hele aardige mensen. Ja, 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 ja. Ik begreep ook wel dat er wel een verdrietje voor jou was rond. Ja, 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 ja. Ja. Hij heeft ook wel eens veel kan krijgen, dus ja, dat ging heel goed.
En is die net zo oud? Of? Nee. Zes is ze. Hè? En ze is zes. Het is een vrouwtje waar hij naartoe gaat. En ze is ook al geholpen, dus. Tussen 10 en nee, tussen. 9:30 dacht ik. Ja. Nee, tussen 10:30, 10:30. Oké. Dat was hem. Dat is blaf gek. Zo, mooi flits. Dat is een beetje truus weer, hè, Max? Ja. Laat hem eens even uit je mond pakken. Ja, maar... Jij en jij doet hem helemaal in je mond, nee, gewoon alleen maar hierop. Nee. Ja, die kan wel gewoon mee. Hè? Afscheid van Max, hè Max? Afscheid van Max. Doe maar nog alles wat en wat eigenlijk niet mag hier in huis, hè Max? Alles doen wat eigenlijk niet mag. Hij is er zo blij mee met dat ding. Het lokje er is, want hij ermee aanzetten. En het lokje het andere uitpakt. Ja. Maanden. Helemaal jong. Ja, het is niet volbracht. Max? Nee, maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Maar hier blijven. Hè? Ja, maar Max die kan niet met katten. Dus kijk, had hij nou met katten gekund, was het geen punt.
Maar hij kan niet met katten. Nou, ik hoop het wel. Ja, en ik krijg toch mijn operatie zo straks. Dus dan, en dan is ook Ro straks 24 uur bij mij. Dus dan vind ik het zielig voor Max, als Max dan hier al de hele dag alleen zit. Dan neem ik Max toch mee naar huis. Ja, maar... Ja, Max, hè, kom je lekker mee. Ja, maar... En mijn Max die krijgt ook al een heel mooi huisje. Hele nieuwe, lieve baas en baasin. Ja, dat is fijn. En een eengezinswoning. Een hele mooie grote achtertuin, helemaal omheind. Waar je niet kan ontsnappen. Juist. Hé Max, van de week en dan vond je het wel leuk hè, om even weg te gaan, hè? Hè, ons stress bezorgen. Weglopen. Ja. Weglopen. Ja. Ik weet, we hadden een tikkel. Mijn eerste tikkel, Marnix. Dat was een superhond. We waren mee in Delft geweest, met de kinderen. Ja. En Madelon die was paardrijder, dus die moest ik gaan halen. En ja. Marnix was nergens te vinden. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon en ik kom straks wel terug. En de plaats waar de auto stond, daar lag maar niks. Ja, leuk. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, als je een poot drak, had dat er nog iets gedaan. Hou jij even deze vast, want... Naar deze pakt. Hij is net dit pakt. Ja. Ja. En toen. 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 Pak dan. Pak dan. Pak dan. En met je. Heet maar. Hij is zachter met mij, hè, qua spelen. Mm-hmm. Hij is heel voorzichtig met mij. En jij ook. En mijn joelen. Hè? En mijn joelen. Hey, twee. Goed zo. Dat is zus is al gelijk van mij, hè?
Ja, mama, die vroeg ook al gisteren van als jouw beeld wazigt, hoe stel je dan nummer scherp? Ik zei, nou, gewoon met in- en uitzoomen. Jeet, maar dat wist ik niet. Ja, Max. Max, kom eens hier. Waar zijn ze dan? Ga kijken, waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Zo. Hé. Hey. Ja. Onrustig, rustig. Wat een scheidweer. Oh, verschrikkelijk. Ja, het is onderweg ook zo hard dat ik niks kon doen. Nee, klopt. Drama weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat weet je. Ik ben gelijk aan het volgen nog. Kom verder. Het is hier nog lekker tenminste warm. Hi. Oh ja, mijn vriendinnetje is er weer hoor. Joepie. Mijn vriendinnetje is er weer hoor. Ja, echt hè. Het gaat ook gelijk goed. Het gaat ook gelijk nu goed. Rustig, Fiona. Even tafeltjes, schat. Ja. Ja, maar ik heb je gemist, Fiona. Ik heb je gemist, snap dat. Ja. Oké, lukt het mij? Nee. Ja, dat is. Je weet, ja, daarom ja. Rustig, joh. Ja, maar ik ben blij. Kiona, die is ook gelijk blij, joh. Ja, het is echt voor elkaar gemaakt, zei je. Ja, echt, hè? Kiona, mag ik er ook nog bij? Mag zo, dankjewel. Kijk, hé, hey, meisje. En hoe was Kio nou onderweg weer terug, of? Moe. We hebben de kop eraf geschopt en dat is plat en slapen. Weet dus. Willen jullie mij naar buiten laten? Ik kan er al best aan wennen. Ja. Willen jullie mij naar buiten laten? Nee. Is Max daar bang voor onweer ook? Nee, okay, totaal niet. Nou, ik dacht dat ze zei van ja, hoor ik ze nou te doen. Gaan we daar gelijk zien of die bang is of niet, man? Helemaal niet. Oh, nou, dat is perfect. Ja, Kio, nou wel een beetje. Knuffel maar gewoon even lekker. Nee, knuffel maar gewoon even lekker. Of lekker nog tegen je aan. Knuffelen. Knuffelen. Kan nu nog. Rodi gaat jou missen, kerel. Nee. Rodi gaat je missen. En ik ook wel hoor, daar niet van. Nee. Max. Rodi gaat je missen hoor.
Hey. Zo. Ja. Laat je emoties maar gaan, schat. Is goed. Laat je emoties maar gaan. Is goed. Maar hij heeft er genoeg van. Kiona. Kiona? Niet Kilona, Kiona. Ja. Maar hij gaat voor het krijgen met haar, dus dat is mooi. Mm-hmm. Ben er voor je. Mm-hmm. Zodra ze zo meteen even... We gaan eventjes mijn meidjes even doen. Mm-hmm. Even er weer even uit. Hè? Mm-hmm. Maar goed. Hoi. Hm? Zeg eens eventjes in de camera hoeveel het je doet. Hey. Laat je emoties maar zien. Mag. Wil je nog wat tegen Max zeggen? Hey. Huh? De camera, wil je nog wat tegen Max zeggen in de camera? Ja, alleen dat ik van hou. Dat ik hem mis. Ja. Dat hij altijd welkom is. Mm-hmm. En hoe vind je de nieuwe eigenaren? Dat is prima. Ja. En dan wil je en dat deze vlog gaat heten? Afscheid Max. Afscheid Max. Is goed toch? Ja hoor. Is het toch? Eigenlijk? Mhm. Ja, het is een uur rijden met de auto, dus dat is nog te doen. Mhm. En we houden contact, dus dat scheelt ook weer. Mhm. Hè? Ja. Maak het minder zwaar, maar toch. Ja, het is eventjes een leegte in huis. 7 maanden helemaal geen leegte. En dan in 1 keer paf, boem, weer leeg. Ja, niemand die er is om niet te begroeten als je thuis komt. Ik vanavond. Met te lopen. Ik vanavond. Die staat te blaffen tegen je. De mijne. Ik, woef, woef. Ja. Blaf, blaf, kef, kef. Ja. Even kijken hoe en hoe Max daar staat. Dat is goed. Ga je mee? Ja. Even kijken hoe Max daar staat. Te wachten. Even kijken. Zitten en wachten. Ga maar kijken. Ik kan niet wachten. Wat Jona dan? Ja, echt hè? Ja, het is wel minder. Minder als toen aankwamen. Ja. Ja. Ik ga wel met de trap naar beneden. Sneller. Dan loop ik mee, want er past nog niet meer zal in. Nee, daarom. Gezellig. En als ik Nick nou Kiona heeft, dan loop ik ook wel mee met de trap. Hij kan niet lopen. Ja. Hij kan het wel, maar moeizaam. Ik kom erop bij. Nou ja, een spitty... Moet deze ook mee, schat? Ja. Oké. Okay. Jij gaat met Max de lift in, schat. En wij gaan met de trap. Ja.
Jij gaat met de lift. Ik zie je zo beneden. Zal ik even voorop lopen, want ik kan heel snel nog. Ja. Kijk, tikje. De lift die zijn aardig tegelijk met de trap lopen, dus. Huh? Dat is toch? Ja, dat weet ik. Ik hoor dat 2 of 3 kluiven en dan nog een zak honden voor erbij. Ja. Kijk, dat zeg ik. Hun zijn zelfs sneller als wij zijn. Ja. Waar staat de auto? Ver weg. Ver weg? Waar dat? Ja, ik zeg het denk wel zo onder. Waar staat de auto dan? Oh, we kunnen wel lopen. Is dat niet anders uit je naad? Huh? Haal de auto anders, maar gewoon even. Ik haal hem wel even voor. Dan sta ik alles nat meteen. Ja, oké, dat is weer waar. Zo. Fiona. Ja, waar is Stefan? Max. Oh ja, blaadjes vreten. Kom maar, waar is Kiona dan? Oh ja, Kiona. Wacht, schat. Kiona, hier zijn wij. Hallo. Kom. Ja, zorg ik even leuk volgende week. Nou, en zoals jullie dus wel zien, dan gaat Max dus mee met deze twee. Ja, en Max gaat het heel goed krijgen, toch? Ja, zeker weten. Ja. Dan kom je ook eens een keertje echt in de vlog hè, met je stem. Ja. Dat is leuk. Ik vind het verschrikkelijk om je stem te horen. Wel, nee. Ja, oké, okay. In het begin is het even heel erg wennen, maar... Nou, pleur hem hier lekker neer. Dat doe ik zo. Ja, volgens mij wel. Oma. Oh, niet neerknallen. Zo, lekker dichtbij mogelijk. Ja, ze gaat het draaien. Ja. Boemer zo, hè? Is niet aan gewend. Boemer zo, hè? En ze zet hem zo neer. Dank Jona, jij bij mij? Achterin? Ja. Ik vind het niet zo moeilijk dan niet. Altijd. Vrouwen kijken altijd moeilijk, toch? Ja. Dus. Ik ben ook maar moeilijk. Zegt ze. Nou. Ja. Kijk maar even onder achter de stoel of zo, dat past, want Fiona moet... Oh ja. Zullen we dan even inzetten? Max. Hi. Nee, heeft geen zin. Twee huskies in beeld, kijk. Dat is mooi. Altijd mooi, hè? Altijd.
Ja, even kijken of dat past. Ja. Dat gaat makkelijk wel passen. Dan moet hij maar even zijn mand gaan liggen onderweg of zo. Oh ja hoor, dat vind ik ook helemaal niet erg. Kijk. Dat is makkelijk gelijk zijn plekje. Kom eens hier, even uit de rekening. Ja. Ja. Dan steek je erin op. Ja, dan moet ik even gaan kotsbakken. En dan kun je erin waaien. Ja, ik vind het gewoon het liefst zo lang mogelijk de tijd dat hij... Geef het, snap ik. Geef hem nog maar even knuffel dan. Volgende week gaan we... Maar een beetje op je... Hier. Alleen dat wat zwaarder voor jou, hè? Dit, hè? Ja. Ik kan ook zeggen dat we hier blijven staan en jullie vast naar boven lopen hoor. Nee! Als het makkelijker is. Even hier... Misschien pissen we wel over water. Nee, ja, want wij gaan ook zometeen nog even mijn hondjes even uitlaten. Had ik al in de planning. Zodra jullie dan weer wegrijden, dan gaan wij mijn hondjes even uitlaten. Oh, ja, laat lekker laten gaan, joh. Lekker. Nee, maar dan accepteert hij haar al. Dat is puur het acceptatie. Lekker dan. Ja. Is puur acceptatie. Dan werken we eroverheen. Sorry, Bram. Ja. Wat? Dus twee jaak met om in de auto. Hier blijven. Bank is ook geleerd. Half. Ja, half. Dat is punt. Ja, nou ja, jammer. Hij moet toch zout in de schoonmaken nooit zouden. Zat ik gisteren zelf te bekoppen, hè? Heeft hij een reden om het schoon te maken? Ja, maar het is gewoon, ja. Ik zou het maar schoon te kleuren. Ja, maar dat hij vindt dat niet erg, anders had hij jou niet meegegeven. Ja, ja. Ja, ik had niet in dat mee te nemen. Ja, ik weet niet of je gezien hebt hoeveel harder in die kofferbak ligt. Dat is niet van Kiona, hè? Ik ben zo bij Max wezen. Ja, maar... Kom eens hier, is die riem zo, ja. Wil je hem in de auto zetten dan? Ja. Waar moet je dan? Die, Kom maar schat, kom maar. Ja, erop hier. Ja, hier ook. Kom maar, Kio. Ga je mee, Max? De auto is open, dus... Hij is nou voor jou, meid. Hij zit goed. Hm? Hij zit goed. Nou, we houden in ieder geval contact. Oké. Okay. Ik ga er goed voor zorgen. Is goed. Ik wou net zeggen, in ieder geval bedankt voor de maandag zondag. Dankjewel. Dankjewel. Is goed. Hij is goed. Zeggen. Fijne reis. Hoe we thuis zijn gekomen. Top. Goed. Jullie goed. Sturen en heel veel leuke filmpjes. Komt en, goed. Komt helemaal goed. We gaan het heel lang doen. Komt goed. Hey, niet veel sterker ermee. Dankjewel. Thank you.
heb gegeten. Maakt niet uit, geef niet. Nou, Max. Heffen! Huh? Heffen, hè? Dat zeker. Dat bedoel ik. Huh? Mag wel. Jawel, hè? Nee. Later laat ik truitje maar gaan, doe ik ook. Hey, doe ik ook. Komt goed. Gaan we een lady in de vrienden? Yes. Ja. Gaan we die uitlaten. Zwaai eens naar het vogeltje. Ja, grote jongen. Werk ze. We zullen meteen nog een keertje zwaaien naar het vogeltje. Oh, ben ik al op de nee, goed zo, werk ze. Ja. Nou, zoals jullie dus nou wel begrijpen, gaat Rodus nu naar zijn werk. En ja, ik ben met foto's bezig. Ja, ik wel. En met vloggen voor jullie en vlog in elkaar aan het zetten. Ja. Yeah. Het is nou hier ook lekker. Het is nou 22 graden hier op mijn voorbalkon. Dat is lekker. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ik heb Roa aan de telefoon, maar ook dat ga ik zo ophangen. Want anders heeft hij geen peuter, denk ik. Straks meer, maar ik blijf nog eventjes hier. Ik blijf nog eventjes. En de camera die moet sowieso ook even opgeladen worden. Ja. Dus ook dat moet allemaal gebeuren vanzelf. Oké, Rodi gaat proberen om dus een pompon te maken. Even kijken of het hem lukt. Want ik heb hier dus al een pompon gemaakt. Ja. Dit is dus allemaal voor onze bruiloft. Mag ik jou een tip geven? Mm-hmm. Maar aan één kant eerst te beginnen. Nee, ik ga aan de gene kant. Nee, gewoon aan één kant eerst. Gewoon aan één kant beginnen. Ik ga aan de gene kant, toch? Nee. Jawel, het is geel. Ja, maar ik bedoel, gewoon eerst gewoon aan deze kant beginnen of aan die andere kant, maar niet. Oké, dan ga ik aan deze kant. Dat is gewoon een tip die ik geef. Je moet zelf weten wat je wil doen. Dat weet ik dan. Geef niet, maar ik geef je alleen een tip. Ik kan het wel. Maar ja, het is een beetje pruts. Het gaat niet kapot. Dat zit gewoon een beetje aan elkaar door en door het knippen. That's it. Ja, je mag wel een beetje wat aantrekken. Maakt niet uit. Hij vindt me helemaal niks. Dat gaat pruts, hè? Ik heb er zenuwen van. Moet je niet doen.
Doe je toch nog wat hè, voor je bruiloft, schat? Nou, niet alleen voor mijn bruiloft, hoop ik toch. Hè? Niet alleen voor mijn bruiloft. Ja, ook. Dat een beetje voor die voor jou. Natuurlijk. Ja, en voor ons bruiloft. Oh, ja, dat is het. Ja. Doe je toch nog wat voor onze bruiloft? Een pompon maken. Kijk, die had ik al gemaakt, man. Nou, ze zijn wel even lekker bezig. Nou, lekker is het niet. Het is wel leuk om jou zo te bezig te zien, hoef ik het even niet te doen. Ja, je zit niks te doen. Je moet te vloggen. Ja, nu wel, ja, is leuk. Lekker dan. En met twee camera's. Ja, ja. Doe ik toch wat. Ik kan nagaan hoe, en hoe het beeld anders is. En met je vlogcamera en met deze camera. Huh? Dat is leuk. En mijn aanstaande man aan het knutselen. Ik heb hem eindelijk eens een keer zo ver. Dan wil hij geen katen maken. Gaat hij maar lekker pomponnetjes maken. Nou, lekker dan. Dan weer een leuke opdracht voor zondag. Ja, alleen dan hoef je hem niet en niet zo te vouwen. Alleen maar gewoon een beetje op en op de accordeon en dan alleen die andere dingen doen. Die andere dingen, ja. Die, en die ijzerdraadjes eromheen. En dan een beetje er vanaf knippen en dan in de doos. Meer niet. Sluk. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, gooi dan die blauwe duim omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Laat even een leuke reactie achter. Ik heb geen reactie terug. Belletje. En doe het belletje aan sowieso. En dan blijf je op de hoogte. Dan zouden we zeggen, dankjewel.